Ja, we zijn hier bij Luktor uit de Mergo en het is een ontzettend leuke club hier in Almelo. En met dit toernooi is jaarlijks mooi aanbod van speelsters en spelers. Zoals je ziet, heel gemengd en gemêleerd. En dat is ontzettend leuk om even te kijken. Elk jaar kom ik toch zeker even kijken. Meestal doe ik mee, toevallig dit jaar een keer niet. En de hoofdreden dat ik vanavond hier ben is dat ik ook nog achter de bar sta. Dus wij draaien al 15 of 20 jaar met ons tennisteam elke woensdagavond in de Lulof. Mogen wij de bar doen en als vrijwilligers, dus een vereniging met vrijwilligers achter de bar. En zo draaien wij de bar, voorzien de mensen van een drankje en een hapje. En ondertussen kunnen we stiekem ook nog even wat moois kijken. Dus als je hiernaast kijkt, zie je twee meiden, net 12 jaar oud ongeveer. En dat is nummer 5 en nummer 20 ongeveer van Nederland in hun leeftijd. Dus het is prachtig om te zien. Meisje van de club erbij, dus schitterend. Nou ja, dat is wel heel leuk. Ik kom hier eigenlijk al wel een heel aantal jaar, doe ik hier wel mee. En wij komen zelf spelen bij Albergen. Dus dat is nog wel een stukje rijden hier naartoe, maar wij komen hier altijd heel graag. Nou, wij vinden het heel leuk. Dus hier gewoon, qua vereniging is het leuk. Hè? Dus je kunt hier zitten, je kijkt ook hele mooie wedstrijden, kun je zien. Want wij spelen een beetje op gemiddeld niveau, maar je hebt hier ook hele mooie wedstrijden, hè? Wat hoger niveau. En we spelen hier gewoon hele mooie wedstrijden, leuke tegenstanders. Ieder jaar, dus ja, we komen hier wel graag. Nou, ik mag niet klagen. Ik heb de voorrondes overleefd. Net met groot geweld, zoals je ziet, mijn tegenstander van de baan geslagen. Met name fysiek geweld met het racket en de bal natuurlijk. Hè? En je gaat met vertrouwen naar de volgende ronde? Ik heb mijn tegenstander al gezien, dus dat wordt wel een zwaarder potje. Ja. Maar, wat denk je? Maak je kansen? Kansen zijn er altijd, hè. Flink mentale druk opvoeren en dan eens kijken of die knakt. Nou, dat is fantastisch. We hebben natuurlijk vorig jaar groen licht gekregen. Dat we een van de eerste weer een toernooi mochten organiseren van de KNTB. En dit jaar dus weer met succes. En waar we vorig jaar 400 deelnemers hadden, hebben wij dit jaar 330. Dus dat zegt wel iets over hoe we het hier gaan organiseren. Dus daar zijn we heel erg blij mee. De banen zijn continu vol. We organiseren een jeugdtoernooi, open jeugdtoernooi, wat 's ochtends om 10 uur gaat beginnen. De volwassenen beginnen om 6 uur. En rond de klok van 12 uur eindigt het. Afgelopen zondag zijn we gestart met redelijk weer, de eerste 50 wedstrijden. We zullen maandagmorgen even in een hal moeten spelen. Maar goed, dat hoort ook wel bij als je een toernooi organiseert. En van het weekend zitten we gewoon bomvol. Dus heel blij. Dus